Sinds de val van het kabinet Rutte is een leegstand ontstaan onder landelijke politici. Ze hebben er geen zin meer in of stappen over naar een andere partij. En wij van Straatpraat vragen op de markt in Schagen wat men daarvan vindt. Nou, ik denk dat het dat ook wel een keer nodig is. Dat denk ik. Ik vind het geweldig. We krijgen waarschijnlijk toch weer een beetje een verschuiving van de politiek. En misschien weer een betere zin van andere oplossingen die eigenlijk voor de problemen nodig zijn. Dat ging allemaal niet zoals het moest, denk ik, toch? Ik denk dat andere mensen er weer anders tegenaan kijken. Oplossing is nabij. Je hoopt dat deze die er nu zijn, die komen goed over en dat die het weer beter doen. Dat de mensen daar weer voordelen hebben, denk ik. Ik ben niet zo van de politieke partijen. Daar doe ik niks mee. Helemaal niks. Zelf heb ik er geen last van, maar er zijn er bij die hebben er wel heel veel last van. En ja, af en toe moet er eens wat vernieuwd worden, toch? Ik ben eigenlijk helemaal niet zo... In die politiek zit ik niet zo in. Dus mij valt heel erg op dat er heel veel dames zijn. Ik vind het dat ze er een zootje van gemaakt hebben. Dan is er iets aan de hand wat niet helemaal in de haak is. Want anders doe je dat niet. Het is overal een troep. Of je nou in de gezondheidszorg, de scholen, de boeren. Wat zitten die mensen daar te doen? Zakken vullen? Ik volg het eigenlijk niet echt, dus ik heb eigenlijk echt geen idee. Ik vind het maar, ik vind het goed. Ik vind, hun moeten doen wat hun willen. En nu wordt het een beetje moeilijker en dan zeggen ze, ja, maar we gaan nu in de fut. En dan krijgen ze nog een vermogen, krijgen ze mee, 6 jaar. Nou, dat vind ik helemaal prima. Ja, want vernieuwing kan wel eens goed doen, hè, voor het land. De laatste jaren is het helemaal niks. Als jij uit je werken raakt... Door een ongeval of wat dan ook, dan krijg je ook geen... Dan krijg je niks. Dan moet je voor jezelf zorgen. Ik vind het een groot schandaal. En nu komen de nieuwe verkiezingen. En natuurlijk, het land moet geregeerd worden. Maar ze beloven van alles. En wat komt er van terecht? We zullen het zien. Nou, naar andere partijen vind ik belachelijk. Je bent of dit of dat. Maar ik vind het eigenlijk verschrikkelijk, want er gaat een heleboel ervaring weg. Aan de andere kant denk ik, hoi hoi, want er moet wel wat nieuws gebeuren. Ja, ik denk dat ze het vuile werk achter hun laten en dat ze weer opnieuw willen beginnen. En dan aan het einde van het rit is het weer allemaal hetzelfde. Zo zie ik het zitten. Het is een rommeltje en het zal het altijd wel blijven ook. Je weet niet meer waar iemand voor staat, vind ik langzamerhand. Een hele nieuwe ja. Generatie komt eraan. Ja, ik weet het ook eigenlijk niet zo goed wat ik ervan moet denken. Het is allemaal... Maar het is moeilijk. Het is niet makkelijk dadelijk met verkiezingen. Ja, ongelooflijk. Ik snap het allemaal niet meer. Nee. Nee, dat je denkt, waar moet dat heen? Het geeft wel ruimte voor vernieuwing. Andere ideeën. Dat meest vastgeroeste mensen die blijven zitten. En dan komt er weer wat nieuws. Nieuwe ideeën. Dus ik vind dat niet zo erg. Ik moet eerlijk zeggen dat ik geen politieke kennis heb. Ik hou me er helemaal niet mee bezig. Dus ik zou het niet weten. Ik weet niet wat ik daarvan moet vinden. Ze zijn niet dus te vertrouwen. Want ze zitten in een partij waarvan je denkt, dat gaan we doen, dat willen we. En dan gaan ze naar een andere partij toe. Ik vind het niet goed. Kijk, je heeft een politieke richting, heet je. En dat is onze oude wethouder, of jonge wethouder, dat hij... Diezelfde, die was van de CDA en die is nou ook bij de boerenpartij gegaan. Kijk, je hebt één standpunt en je hebt geen standpunt, zeg ik dan. En als je nou vandaag elke dag, of om de 4 jaar, om in de Kamer te komen, daarvoor voor partijen gaan veranderen, dat vind ik niet goed. We hebben het hier op lokaal gebied gehad met de heer Beemsterboer. Toen werd zijn vader ging weg, toen werd hij plotseling wethouder. Nu gaat meneer naar de BBB. En het enige wat moet gebeuren is dat dus de nieuwe regering de kleine partijen eruit gooien. Want een partij in de Tweede Kamer met 1 zetel heeft geen enkele zin. En dat met Monika Keijzer ook zo. Die loopt ook over. Wat is er in godsnaam in de hand in dit land? We zijn met z'n allen niet tevreden. We janken wat af met z'n allen. Dat wel heel rijk hebben. Nee, we hebben dieren heel rijk, hoor. Maar dat vergeten de mensen. En als je dus uit de partij stapt, wat dus in het
de laatste jaren gewoon gebeurd. Dan stapt hij eruit en dan gaat hij in Surpie in een andere partij. En dan blijft hij in de Kamer zitten. Nou, dat kan ook niet. Je moet je zegeningen tellen en het wordt altijd weer beter.